Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Hij mag niet meedoen vanavond, Joost. Ik volg zo niet. Niet? Nee. Joost niet? Nee, wij volgen Joost niet. We volgen Joost niet? Heeft u het al gehoord? Nee. Joost Klein? Nee, niet gehoord, nee. Hij mag niet meedoen? Oh, nou, dat is jammer dan. Ja, heel vervelend. Toch? Ja, dat is echt heel vervelend, ja. En waarom niet? Het is nog niet helemaal bekend, maar hij zou iemand bedreigd hebben, aangevallen hebben. Nou, bedreigd zeggen ze, niet fysiek aangevallen. Mag je niet meedoen? Je hebt net zo'n onderzoek, toch? Mag je niet meedoen? Nee, is net bekend geworden. Oh, serieus? Wat vinden jullie ervan? Jammer. Ik volg niet zoveel, dus... jammer. En nu? Wat vinden jullie ervan? Wel, ik weet het jammer. Joost Klein was wel de leukste. Toch? Ik vond het een leuk nummer. Ja. Kunnen jullie een stukje zingen? Europa, papa, 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 Europa, papa, hey! Oh jee, ja. Is het echt wel? Echt zo. Oh, dat is wel heel jammer. Toch? Dat vind ik jammer. Ja. En nu? Ja, ik ben heel blij. Gaat u wel kijken? Gaat u wel kijken? Nee. Ja, dat hoor ik hier net, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Niet? Nee. Ja, het ging niet door of zo, toch? Hij mag niet meedoen. De hele Europa staat op zijn kop. Maar waarom mag je niet meedoen? Nou, dat is nog niet precies bekend. Nou, ik vind het allemaal flauwkul. Toch? Toch? Iemand bedreigd? Oh ja, je mag toch niemand bedreigen? Nee, dat, ja, als het waar is, hè? Geen Europapa meer. Nee. Hij mag niet meedoen. Nee, ik heb net gehoord. En wat vindt u daarvan? Ik weet niet wat hij gezegd heeft of gedaan heeft. Maar nee. Ik vind het wel voor... Je moet al een halve moord hebben gepleegd, hè? Als je zoiets genept in heel land, hè? Toch? Nou, dat is het. Ik vind, je nept gewoon heel Nederland. En ongeacht wat hij ook gedaan heeft, dan vind ik het een zware straf voor degene die graag zo'n festival willen kijken. Want hebben jullie het gehoord? Ja, ik heb wel iets gehoord. Joost mag niet meedoen. Ja. En nu? Ja, we gaan er nog bij muziek. Gaan jullie... Bij muziek. Ja, jullie gaan muziek maken. Ja. Gaan jullie kijken vanavond? Ja. Boycotten. Ophalen als hij bij Schiphol aankomt. Als hij op Schiphol aankomt, dan gaan we hem ophalen. Met muziek. Wij zijn lied, toch? Heel goed. Kunnen jullie wel een stukje zingen misschien? 1, 2, 3, 4. Europa. Aardig. Dankjewel. Als muzikant, wat denk je daarvan? Ja, het is, je mag nooit mensen buitensluiten. Nee, persoonlijk, ik ga vanavond niet kijken. Nee. Ik vind het wel een beetje stom nu, dus... Ja, ik ga ook niet kijken. Ja, want toch stiekem had ik wel gehoopt dat dit zou gaan gebeuren. Want ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, zeg maar. Ja. Dus, we houden wel van drama. Nou. Ja, als muzikant moet je daar ook wel een beetje voelen natuurlijk. Ja, wij voelen het wel. Wij voelen wel de spanning. Toch? Ja, vooral gewoon dat zeg maar niks wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld. Dat is wel een beetje vervelend. Veel succes toch vanmiddag. Ja, dankjewel. Geen bloemen voor Joost vanavond? Geen bloemen, nee. Heb je het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Wat vind je daar nou van? Geen idee, ik kan daar geen antwoord op geven. Ik wel. Oh, kijk. Sorry, hoor. Ik vind het gewoon waardeloos dat Nederland niet mag meedoen. Punt 1, het is gewoon een incident. Maar je mag gewoon Nederland doorlaten. Mooie muziek, goeie muziek. Hij moet winnen. Hij had moeten winnen. Gaat hij vanavond kijken? Tuurlijk. Oh nee, als Joost niet meedoet, nee. Joost doet niet mee? Dan ga ik niet kijken. Ik heb daar geen mening over, want ik ken de feiten niet. Dus ik kan wel wat roepen, maar dat is dan op basis van niks. Wijs antwoord. Ik ben een wijs man. Die zegt het tenminste. Kennen jullie Euro, papa? Ja. Gaan jullie vanavond kijken? Mogen jullie kijken? We wil wel kijken, maar het gaat niet meer door. Maar Joost is er niet bij? Nee, die is er niet bij, hè? Nou, we niet meer kijken, toch? Nou, eigenlijk niet. Je moet een boycotten, hè? Dus, jammer. Beetje zuur, hè? Ja. Ja, een beetje verschrikkelijk, ja. Jammer dat die man inderdaad buiten het Songfestival iets doet wat natuurlijk niet kan. Wat bestraft moet worden. Maar nou gaat hij misschien dubbel bestraft worden. Misschien? Nou ja, waarschijnlijk wel. Nee, het is al zeker. Hij mag niet meer doen. Hij mag helemaal niet meer meedoen. Mag helemaal niet meer. Hij is helemaal gedisqualificeerd. Ja, dus. Dan ga ik vanavond ook niet kijken. Als je nou een tekening van zou willen... Sorry? Ik ga ook niet kijken. Nee, ik ook niet. Dan gaan we het gewoon boycotten. Ja. Klaar. Als je nou een tekening van zou moeten maken, wat zou je dan tekenen? Ik zou bijna zeggen, Joost is niet klein te krijgen, maar dus wel, helaas. Ja. Heel klein Joostje zo. Hij mag vanavond niet meedoen. Oh. Ja, waar gaat? Vind ik echt heel jammer. Maar wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is met de vraag natuurlijk, maar het is moet wel heel wat gebeurd zijn. Ja, anders word je niet gedisqualificeerd. Nee.
Ja, jammer. Ja, ik heb niet helemaal begrepen waar het nou precies vandaan kwam. Maar ja, ik vind het best vervelend. Ja, je bent een beetje dezelfde. Ja, een klein beetje. Maar ben je een beetje fan van hem? Of? Een beetje. Ik vond het wel leuk om te zien in ieder geval. Dus ik vind het wel jammer dat hij nou niet meer mee mag doen. Ik snap het niet. Ga je kijken vanavond? Dat weet ik nou niet meer. Nee. Denk het niet. Ja, ja. Nee. Zou ik niet doen. Ik moet de trein gaan halen. Dus, snel. Dankjewel. Dankjewel.